Hallo, in deze video wil ik het hebben over Nederlandse schilders. En waarom Nederlandse schilders? Nou, ik kijk even naar mijn eigen ervaringen. Ik heb namelijk ervaringen met zowel Nederlandse schilders als zowel met Poolse schilders. Nou, waar kun je nu Nederlandse schilders kun je die nu vinden? Nou, je kunt natuurlijk een telefoonboek pakken. En ga daar bladeren en kijken naar Nederlandse schilders of Nederlandse bedrijven, moet ik zeggen. Je kunt ook het internet afgaan en zoeken naar Nederlandse schilders, en dan vooral in je buurt. En wat je ook kunt doen natuurlijk, sla de krant open, het zij een dagblad, het zij een regionale krant. En ga kijken naar advertenties van schilders. Zo kun je dus Nederlandse schilders vinden. Natuurlijk zijn er ook andere manieren. En de beste manier is, vind ik persoonlijk, is mond-tot-mond reclame. Ik ben ooit begonnen 20 jaar geleden. Ik heb natuurlijk ook advertentie gezet. Je moet natuurlijk eerst een naam opbouwen. En je moet prioriteit opbouwen. En daarna gaat het gewoon vanzelf. Mits natuurlijk je goed werk aflevert. Mits natuurlijk goed je afspraken nakomt en een bepaalde visitekaartje aflegt, dat is eigenlijk het verhaal. En aan de hand daarvan ga je natuurlijk beslissen welke schilder je neemt. En als je dus een schilder zoekt, moet je natuurlijk naar bepaalde factoren kijken. En dat wordt dan ook wel het schilder zoeken via mond-tot-mond reclame is eigenlijk de beste remedie. Je hebt altijd wel een familielid of een kennis. En die kun je vragen van, hey, weet je nog een goede schilder? Ja, die is bij me geweest en ik heb daar goede ervaringen mee. En ja, zo kom je eigenlijk ten eerste voor de klant aan een goede schilder. En de schilder heeft natuurlijk meer werk. En dat is eigenlijk het oude verhaal, maar het werkt nog steeds. Dus leg je een goede visitekaartje af, en heb je altijd werk en heb je altijd klanten. En andersom is het natuurlijk gemakkelijk voor de klant. Die weet al wat voor schilder ze in huis halen. Nou goed, ik heb ook ervaringen met Poolse schilders. Omdat mijn vrouw een Poolse is, kom je natuurlijk ook in dat circuitje terecht. En elke ondernemer gaat altijd kijken naar de kostenkant. En dat doe ik natuurlijk ook. Dat doet iedere ondernemer. Je kunt natuurlijk daar gaan over discussiëren van ja, je vernielt de Nederlandse economie. Maar geloof mij, 90% ondernemers is op zoek naar om aan de kostenkant te snijden. En ik heb dat ook gedaan, en dat wil ik gewoon eerlijk bekennen. Nou, wat is mijn oordeel daarover? Mijn oordeel is over Poolse schilders, is heel gemakkelijk. Het zijn harde werkers, het zijn vakmannen. Je moet natuurlijk wel wat bijleren. Ze hebben wat andere methodes qua schilderen, maar goed, dat kun je veranderen. Alleen wat een groot nadeel is, en met name is bij mij dat gebeurd, want ik werk voornamelijk bij particuliere klanten, is de taalbarrière. Ik moest er altijd bij zijn, ik moest altijd vertalen en ja, daar word je gewoon best wel moe van. Je kunt natuurlijk niet van een klant verwachten hier in Nederland dat hij Engels moet spreken in eigen land. En dat heb ik een poosje aangezien. En ik ben daar toch mee gestopt. Maar ik moest er altijd bij zijn. Ik heb ook wel eens een paar dagen gezegd van jongens, ga maar alleen. Je krijgt achteraf te horen van de klant van ja, ik kon niet even een gesprekje met hen aan. Ik kon niet overleggen hoe of wat. Ja, en ik ben erover nagedenken. En ik denk van nee, dat moet niet langer. En ik ben gewoon weer teruggestapt naar Nederlandse schilders. Nou, en nogmaals, de Nederlandse schilders kun je het beste dus vinden door een mond-tot-mond reclame. En die kun je dus via een telefoongids of via het internet. En dan zoek je het schilderbedrijf uit en je kijkt naar de referenties, je kijkt of ze een KVK-nummer hebben. En als je dan een schilderklus wilt uit laten voeren, dan zorg je dat je dus minimaal 3 offertes hebt. En je gaat dus 3 schilderbedrijven uitnodigen, je gaat opnoemen wat je wensen zijn. En vertaal je dat in een offerte schilderwerk, dus je vraagt om 3 offertes van 3 verschillende bedrijven. Aan de hand daarvan ga je alles analyseren. Je kijkt van wat het uurloon is, je kijkt wat de totale prijs is, je kijkt het tijdsduur wat er is, je kijkt naar de producten, je kijkt naar de producteigenschappen. Komt die schilder goed zijn afspraken na? Aan de hand daarvan ga je alle 3 uitnodigen en dan vraag je nog eens een keer om een toelichting. En als je deze 3 schilders daarna hebt ontvangen, ga je gewoon een besluit nemen en je neemt een besluit
op kwaliteit en niet op goedkoop. Want goedkoop is altijd duurkoop. En dat is altijd zo geweest en dat zal altijd zo blijven. Dus neem nooit een beslissing van, hé, die is goedkoop. Je komt meestal bedrogen uit. Ik wil niet zeggen bedrogen, dat is niet een goed woord. Kijk, ik schilder beter dan ik praat, zeg ik altijd. Maar maak een beslissing op kwaliteit. Hè. Wat zijn jouw aandachtspunten? Wat zijn jouw punten? Wat voor jou belangrijk is? En wat is de tegenpartij? Hè? Hoe denkt die daarover? En maak een beslissing op kwaliteit en op gevoel. Als jij voelt dat er een klik is tussen die schilder of schildersbedrijf, dan maak je pas een besluit. En het heeft ook geen zin om 10 offertes te maken. Ik ben in het verleden, moet ik zeggen, wel eens bij een klant geweest. Ik ga geen namen noemen, maar ik denk als hij deze video luistert, weet wie dat is. Verder niks mis mee. Het is later zelfs mijn vriend geworden, maar die had dus 10 schilders uitgenodigd. En ik had hem gezegd, als ik geweten had dat ik 10 schilder was geweest, had ik niet gekomen. Uiteindelijk heb ik het werk wel gekregen, moet ik zeggen. Maar dat is niet de bedoeling. Je hebt gewoon genoeg aan 3 offertes. Nou, mijn vraag is natuurlijk nu, schilderpret is erop gericht om zelf wat te leren schilderen. Om zelf te leren schilderen. Moet ik zeggen, niet nu zelf wat te leren schilderen, maar ook om je eigen huis te kunnen schilderen. Maar daarnaast ook om heel veel tips te geven, heel veel trucs te geven. En behoeden voor bepaalde dingen. En ik vraag nu bij deze aan jullie, hebben jullie een goede ervaring met de schilder? En schrijf dan een artikeltje onder deze video. Maar heb je ook slechte ervaring, wil ik het ook graag weten. Hè, zodat wij dat met iedereen kunnen delen. En ja, ik zeg dat met name, hè, dat iedereen behoed wordt. Dat je zeker weet dat je dus een goede schilder in huis haalt. Dus schroom niet, pak de pen, schrijf je beoordelingen over een bepaalde schilder, over een bepaalde streek. Ik bedank jullie voor het kijken en ik zie jullie terug in de volgende video. Ik wens jullie veel succes met het zoeken van een Nederlandse schilder.